luchtmobiele brigade is een snel inzetbare lichte infanterieeenheid. Dat wil zeggen dat we geen zware middelen hebben als panzerwagens en tanks. Alles kan door de lucht verplaatst worden met helikopters of met vliegtuigen. Nou, een helikopter kan een heel stuk vliegen, maar die heeft zijn beperkingen. Een vliegtuig kan nog veel verder en nog veel sneller. En als we daar parachutisten uit kunnen werpen, dan kunnen we overal ter wereld heel snel landen op de grond hebben. Tijdens deze oefening hier in Duitsland, Indian Falcon, kunnen we alle aspecten van de luchtmobiele optreden redelijk trainen. Maar ook vooral het parachutisten optreden. Vliegveld is in de buurt, we hebben genoeg landingszones om mensen op de grond te zetten. En dat maakt dit oefentrain hier heel erg veelzijdig. Niet elke militair van de luchtmobiele brigade is opgeleid als parachutist. Van de 3 bataljons zijn er ieder 3 compagnieën uitgerust met parachutisten. Hun training gaat natuurlijk iets verder dan de gewone luchtmobiele militair, omdat ze ook parachutespringen moeten aanleren. En dat zijn iets hardere landingen dan de mannen met helikopters gewend zijn. Een parachutist is natuurlijk altijd omringd door de vijand, wat ze zelf willen zeggen. Ze hebben alles op de man, zoals de luchtmobiele militair het ook heeft. Maar zij kunnen niet per se rekenen op een herbevoorrading door helikopters, omdat ze gewoon te ver weg zitten. Dat maakt het werk zwaarder, spannender en uitdagender.